Welkom bij onze nieuwe vlog. Wij hebben eindelijk 3 weken vakantie. Eindelijk kunnen we weg. Ja. En vandaag zijn we op pad natuurlijk, op weg naar Limburg. We stoppen eerst bij minicamping De Linde, dat is in Merselo. Morgen gaan we door naar Epen. Dat is uiteindelijk de camping waar we een aantal dagen blijven staan. En nu hebben we even pauze. Dus we hebben een flesje sapje gekocht, een broodje. En we gaan denk ik weer verder. Ja. Doet je been het weer of moet ik rijden? Nee, die doet het weer. We hebben net ongeveer 3 kwartier in de file gestaan. Dus dat begint goed. Not. Maar wegwerkzaamheden. Ja. Weet je, we hebben vakantie dus. Maakt op zich niet zoveel uit, maar ik krijg altijd heel veel last van mijn been. Met de koppeling in trappen. Volgende auto een automaat? Ja. Ja? Ja. Oh ja, en nog iets. We filmen nu voor het eerst met onze nieuwe camera, dus we zijn reuze benieuwd. We weten zelf nog niet of het nu verbeterd is. We hopen van wel. Nou, wij gaan weer verder. Zijn in, hoe heet het hier ook alweer? Merselo. Merselo, waarom vergeet ik dit steeds? Marshmallow, misschien moet je het zo gaan onthouden. Marshmallow. Onthoud jij het zo? Marshmallow? Nou nee, maar. Oké. Okay. Dat dacht ik nu zo. Ja. In één keer. Nou, wij zijn net gearriveerd op de camping en wij hadden eigenlijk gelijk de drang alweer om weg te gaan. Het is een hele leuke camping, schoon, netjes, kleinschalig. Maar wij zijn, omdat we maar 1 nachtje daar komen, midden op het veld gezet. Dus we hebben voor ons, achter ons, naast ons, links, rechts, onder, boven, overal zit iemand. We kunnen er niet zo goed tegen, denk ik. Dus wij hadden gelijk de neiging om weer weg te gaan. Of tenminste weg te gaan. Maar even eruit. Nou ja, ik wilde ook nog wel even de omgeving verkennen. Ja, we zijn niet meer 1 nacht, maar ja. Ik wilde ook nog wel eventjes kijken hoe het hier in de omgeving is. Ja. Oh, we gaan kijk, want hier staat hier is een watervloeier. Hier is een douche. We moeten links hier. Goedemorgen. Nou, een theezakje heb ik nodig. Het is zondagochtend. Ja. Wij gaan lekker ontbijten. Heb je zin om naar de volgende camping te gaan? Ja. Daar heb ik al zin in, ja. Ik ook. Lijkt me wel leuk. Ze zeggen dat je in Limburg echt het buitenlandse gevoel krijgt, hè? Door die bergen. Ja. Ga jij lekker eten? Ik ook. Ik hoop dat die bramen niet zuur zijn. Yoghurt met fruit. Een ei. En een kopje thee. En een kopje thee. We wandelen nu door Limburg. Een wandeling van hoeveel kilometer ook alweer? 8 kilometer hoor ik hier. En het Geuldal, daar lopen we. Nou, het is hier hartstikke mooi. We hebben echt het gevoel alsof we in het buitenland zijn.
En de camping ziet er voor nu, wat we nu gezien hebben, ziet er ook goed uit. Hallo. Schoon sanitair gebouw. Nee, dat vinden wij erg belangrijk natuurlijk. En wat vooral heel leuk is, is dat we oude bekenden tegengekomen zijn. Of tegengekomen. Daar hadden we eigenlijk mee afgesproken. En die staan ook op die camping, dus dit wordt super leuk. Ik weet niet of, of ze in de vlog willen komen. Dat moeten we nog even overleggen. Oh, ze wil gewist. Nou, dat kan. Dan gaan we ze gewoon niet filmen. Dat is helemaal prima natuurlijk. Oh, het mag wel. Oké, nou, ik denk dat ze nog even over na moet denken. We gaan het zien. En een balkje over de ogen. Een balkje over de ogen. Nou, moet ik even kijken of ik dat voor elkaar ga krijgen. Nou, dit is toch geweldig. We lopen nu over een riviertje heen. Ik ga het jullie even laten zien. Wij zijn ongeveer op de helft van de wandeling. Dit is het uitzicht tot nu toe. Hartstikke mooi. Maar kijk even naar die lucht. Dus wij hebben besloten om de wandeling vervroegd te staken. En terug te gaan naar de camping. Dat is best jammer. Want de wandeling was eigenlijk nog 5 kilometer meer geweest. Maar we nemen toch maar het zekere voor het onzekere. Dus wij gaan weer terug. En dan hopelijk maken we de wandeling verder af. Misschien deze week nog wel ergens. Dus, maar we hebben net even op het terras gezeten. Heerlijk drankje genomen. En het is hier hartstikke mooi. Nou, als dit goed afloopt. Ellie die zei vanochtend al dat hier code geel, dat hij dat aangeeft. Ja, aan die lucht te zien, komt dat misschien ook nog uit. Dus wij gaan veilig naar onze caravan. En dan zien we het wel. We hebben het droog gehaald. Ja. Dit is de ingang van de camping. Nou, dan heb je dus campingplaatsen met een panoramisch uitzicht. Dan sta je dus eerste rang. Dat zijn deze plekken. En dan heb je dus dit uitzicht. En de bloemen. Het bloemenveld. Nou, daar staan wij helaas niet. Maar wij hebben ook een mooi plekje. Vind ik zelf. Dat laat ik jullie zo even zien. Dit is onze plek, op een hoekje, dichtbij het sanitair gebouw. En dit is ons uitzicht. Donderwolken. Donkere wolken. Zullen wij even een rondje over de camping gaan doen? Ja, dat gaan we doen. Want wij hebben eigenlijk de camping nog niet gezien. Wij zijn gelijk gaan wandelen. Nou, dit zit dus ook bij de camping. Het is eigenlijk een boerencamping volgens mij. Dus er zit een stal bij met paarden en koeien. Wat ook wel grappig is, er staat dus gewoon een tap dicht bij onze tap. Kijk, dat is ook een tap. En hier staan wij. Maar wij gaan nu even rennen, want het gaat regenen. Nou, het regent en dan valt wel vaker onze stroom uit. En Ali heeft net even een sleuteltje opgehaald bij de receptie volgens mij. En die gaat dit even fixen, hoop ik. Regent het nog hard? Al? Een beetje wel, ja, maar ik weet niet zo goed wat ik nou moet doen. Ik ook niet. Want alles staat naar boven toe.
Nou, dan doe je alles naar beneden. Kijk ik of het licht aangaat. Ja, of moet ik deze naar boven doen? Weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Anders vraag je van Vera. Zal ik aan Vera vragen? Zou ik deze in de lucht doen? Want die staat... Kijk, dit staat omhoog en dit staat in de lucht. Naar beneden. Dit staat omhoog en deze staat naar beneden. Dan doe je die ook omhoog. Doe maar, probeer maar. Goedemorgen, volgers. Wij zijn net wakker. En ik ben een ontbijtje aan het maken. Ali die is aan het afwassen. Want gisteravond hadden we daar geen zin meer in om 12:00. Dus we gaan zo even ontbijten. Banaan met bramen en een gekookt eitje. We gaan straks even naar de campingwinkel om ons stroomprobleem op te lossen. En verder weten we het eigenlijk nog niet wat we gaan doen. Wat doe jij? Nou, ik moet eigenlijk plassen. Dus of ik ga hier of ik ga naar het toiletgebouw. Nou, het regent alweer. We hebben net maar een lange broek aangetrokken. Ja, we hebben ons omgekleed. We hadden een korte broek aan en nu vanmorgen weer een lange broek. Vanmorgen was het lekker weer. Ja, vanochtend. Nou ja, vanochtend is nog steeds ochtend. Nou ja, dat we uit bed komen. Ja, toen scheen de zon. Al was hartstikke vroeg. 7:45. Maar als het goed is, is de regenbui zo voorbij. Ja. En dan blijft het de hele dag droog. Dus wij gaan het zien. Ja. Zijn dat droog? Oké. Ja, het zou top zijn. Wij zijn net even bij een bakkerij geweest. En daar hebben wij echte Limburgse vlaai gekocht. Ik ben benieuwd. Ze zeggen dat dit super lekker is. En Nelly die had die met de aardbeien uitgezocht. En dit is, wat was dit ook alweer? Rijstepap of zo. Rijstevlaai. Ja. En we hebben 2 nieuwe flessen gekocht. Nou, die ga ik even uitkoken. Ja. Want je krijgt nu statiegeld op de plastic flesjes. En normaal gesproken kochten wij altijd zo'n tray met flesjes. Maar ja, die moet je dan ook bewaren en weer inleveren. Dus wij komen ondertussen om in de plastic flesjes. Dus nu hebben we deze gekocht. Deze is van Nel. Dat is gelijk een thermobeker. Ja. En deze is van mij. Het is van hetzelfde merk. Oh ja, en we hebben ook net de luifel opgezet. Ik ga het jullie even laten zien. Dit is hem. Wij zijn een wandeling aan het doen. En er zijn hier zoveel wandelroutes. Mega veel. Ik denk dat als wij aan het einde van de week hier weggaan, dat we misschien nog niet eens een kwart van de wandelroutes hebben gelopen. Ja. Dus dit wordt elke dag een wandeling. Nou, we zijn op pad met alleen een flesje water, dus we hopen dat we een ijswinkel tegenkomen. We zijn op de goede weg, Gelato Farm. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en wij zijn net wakker. Het is stralend mooi weer.
Maar afgelopen nacht heeft het me toch een partij geregend. Ik zal het jullie even laten zien hoeveel het geregend heeft. Dit stond in onze afwasstijl. Nou, ik weet niet hoeveel millimeter dit is. Centimeter. Nou, dit is gewoon een afwasstijltje vol. Ja, wat is dit? Nou, dit zegt toch al genoeg. Het heeft weer geonweerd. Van de bakken uit de lucht. Nou, we hebben de hele nacht zonder stroom gezeten. We hebben nu een elektricien bij de stroomkast. Die zit daar bezig. En die gaat het hopelijk, gaat hij het fixen. Die zit nu bezig. Dus we zijn benieuwd. Gisteravond hebben we eigenlijk niet meer gevlogd. Toen hebben wij een heel gezellig avondje gehad met onze campingburen. We hebben een spelletje gedaan, regenwurmen heet het toch? Ja. Dat hebben wij geleerd van hun. Nou, hartstikke leuk. Dus het werd best wel laat. En volgens mij werd het, hoe laat was het? 1 uur? 1 uur ongeveer. En toen begon ook gelijk de onweer. Dus hebben we ook nog even de luifel met extra touwen vastgebonden. Vanavond gaat het weer onweren, zeggen ze. Weer rode vlekken in dit gebied. Echt? Ja, ik sprak net een mevrouw bij het afwassen. En die zei, het heeft hier de hele week was het hier mooi weer, totdat jullie kwamen. Oké. Okay. Dus toen zei ze van ja, wij gaan nu 2 dagen naar huis en dan gaan we naar Texel toe en daar is het mooi weer. Ik zeg nou, dan komen wij er ook. Zegt ze nee, blijven jullie maar hier. Nou, oké. Zegt al genoeg. Nou, we gaan nu even koffie drinken. We hebben nog fly over. En we hebben trouwens gisteren lekker brood gekocht, dus dat gaan we nu ook lekker opeten. En dan vanmiddag waarschijnlijk een wandelroute. We hebben een app gedownload. Wandelgids Limburg. Heel handig. En dan misschien gaan we wel naar Vaals toe, of niet? Nel? Nou ja, we zien het wel. Komt helemaal goed. Nou, wij zijn dus een wandeling aan het doen. Bij Gulpen. En we beginnen net en kijk eens hoe leuk dit is. Je hebt een waanzinnig uitzicht. Ja, een wood lodge op de camping Gulperberg. En dan heb je dit uitzicht. Nou, dit is toch... Dit is fantastisch. Maar als je daar staat met je caravan, dan heb je ook een mooi uitzicht hoor. Maar dit is wel erg leuk. Hier heb je ook nog iets van een safari tent. Ziet er ook leuk uit. Deze wandelroute gaat gewoon door een weiland heen. Kijk. Gewoon dwars door de koeien. Of zouden wij niet goed gaan? Ik weet het niet, maar we kunnen wel even knuffelen. Nou, ga jij even lekker knuffelen. Kijk, deze koeien die staan gewoon lekker onder de bomen. Prachtig hier. Ben je bang voor koeien? Nee. Toch? Nee, ook niet. Maar nee. Ik zag gisteren een koe rennen en ik wist niet dat een koe zo snel... Ja, ze kunnen wel hard rennen. Maar ze gaan hier de heuvels af. Ja. Deze koe die staat op het wandelpad. Koe nummer 67. Wilt u even aan de kant gaan? Nou, zullen we er maar omheen dan? Ik ga aan de voorkant. Dat lijkt me het slimst. Zo. Oh, je staat
stapt ook in een koeienvlaatje. Nou, echt. Nou, we hebben het overleefd. Je maakt hier gewoon van alles mee. Daarnet moesten we door een modderpoel. Maar toen kwamen we, volgens mij was dat de boer. En die zei, ja, maar je kan ook door het hek met prikkeldraad. En hij stapte eroverheen, maar ik was er net iets te klein voor. En toen heeft hij ons heel lief geholpen. Want toen heeft hij even dat prikkeldraad opzij gehouden. Ja. Dus toen konden wij doorlopen. Hier zit ook een tuinterras. Hotel Brul. Oh, dat is niet het hotel wat ik zoek. Nou, we hebben het hotel gevonden. Dan gaan we even wat drinken, toch? Ja, een lekkere ijskoffie heb ik zin in. Ja, het zit wel aan een drukke weg. Ja. Dit is het. Inmiddels weer aangekomen op de camping. Wij hebben net lekker boodschappen gedaan. We gaan zo koken. Maar helaas regent het dus alweer. En waarschijnlijk blijft het ook de hele avond regenen. Dus dat wordt binnen in de caravan zitten. Wij zitten vanavond gezellig in de caravan. We zitten even de Bachelor aan het kijken. Alsjeblieft. Zo. Kijk, en de lampjes branden ook gezellig. Hartstikke leuk. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Het is, welke dag is het ook alweer, Nel? Woensdag. Woensdag. Nou, het regent voor de verandering. Het miezert. Het miezert inderdaad. Maar ik heb wel heerlijk geslapen. We werden pas om... We gingen er om 11 uur uit. 11 uur gingen we er pas uit. Dus het is nu 12 uur en wij zitten nog aan het ontbijt. Yep. Nou, wij hebben het kacheltje weer opgezocht. Zo, heerlijk. Nou, Nelly heeft haar favoriete ontbijtje. Ik zal het jullie even laten zien. Pasta di mamma. Daar zit ze, pleetje. Mm. Pantoffels. Pantoffeltjes, heerlijk. De koffie komt eraan. Oh, die is nu ook klaar, hoor ik. Ik hoor de fluitketel. En wat gaan wij vandaag doen met deze regen? Winkelen. Winkelen, oké. Okay. Even kijken of er leuke boutiquejes zijn met kleding. Oh ja. Nou, dat gaan wij doen. Nou, wij zijn in Gulpen. Bij Hotel Brasserie de Kroon. Ja. En wij hebben een mosterdsoep besteld. Ja. We hebben het koud. Ja, nou, het is hier best druk. Vooral op het terras. Wij zitten binnen. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Wat heb jij gemaakt? Falafel. Sla heb ik gemaakt. Nee, grapje. Komkommer. Gebakken paprika en ui. Nou, inmiddels zijn wij weer toe aan de afwas. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Jullie weten dat wij zo'n klein koelkastje hebben. Nou, kom het even bekijken. Nou, onze campingbuurtjes zijn er ook gezellig. Ook het afwas. Ja. Wij zijn bijna klaar. Oh, ze zijn bijna klaar. Bij ons. Ja, wij zagen ze hier naartoe lopen. Toen dachten we, nou, dan gaan we ook gezellig even afwassen. Ja, dat is ook nog een beetje leuk. Hebben wij nog even thuis gegeten? Echt? Ja? Wat hebben jullie gegeten? Biefstuk. Van een vegetarische koe. Ja, die koeien zijn weg. Bij ons.
Die vleeskoeien. Die gingen gewoon niet aan de kant. Die bleven vast. Nee, dat hadden wij gisteren ook. Stond er een, ik laat het filmpje zo zien. Stond er een wandelpad. Wat ga jij doen, man? Ik ga even deze handdoek ophangen. Die is van jou. Ja. En dan ga ik wurmen. Wat ga je met die pantoffels doen? Die neem ik mee. Oh. Want het is niet zo lekker weer hier. Wil jij ook pantoffels? Ja. Dat dacht ik al. Wij gaan wurmen, hè? Ja. Wurmen. 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 Wij zijn uitgenodigd door onze campingburen voor een potje wurmen vanavond. Een potje wurmen. Ja, dat hebben wij geleerd van hun. Ja. Nou kijk, dat is een kwestie van oversteken. Ik zal het jullie even laten zien. Want hier achter ons staat onze caravan. En hier. Dat is, nou, een paar meter verderop staat de caravan van onze buren. Ja, het woord zegt het al. Ik weet niet hoeveel fietsen hij mij zich heeft. Hij heeft 3 fietsen bij hem. Oh, waarom? Waarom? Nou, dit is een mountainbike. En dit zijn stadsfietsen. Oh ja, serieus. Zullen we eventjes hier langs? Ja. Even iets langere route. Een beetje bewegen. Nou, hier gaan wij vertoeven vanavond. We gaan in de caravan zitten, want het is een beetje koud. Nou, dan klappen wij even aan. Wij zijn inmiddels terug in onze caravan. Wij hebben een gezellig avondje gehad. Helaas, ja, gewurmd. Helaas hebben we niet gewonnen. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee. Erik heeft gewonnen. Erik heeft gewonnen. Maar bij deze willen we de vlog afsluiten. Wij willen jullie weer bedanken voor het kijken. We hopen dat jullie de volgende keer weer kijken. Waarschijnlijk was het beeld af en toe een beetje onstabiel. Maar dat is, dat is gewoon nog even wennen met de nieuwe camera. We wiebelen te veel inderdaad met het beeld. Maar we hopen dat jullie daardoor niet afhaken. Want we zagen het eigenlijk een beetje te laat met de beelden terugkijken. Dus bij deze, de volgende vlog wordt veel beter. Hopen we. Nelly is ondertussen het bed aan het klaarmaken, zoals jullie zien. Ja. En bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.